En welkom bij deze nieuwe video. Jongens, ik heb een nieuwe microfoon, ik heb een nieuwe ring light, ik ben weer mooi gebruikt. Ik voel me vandaag echt helemaal fresh, alles behalve mijn nagels, want die afspraak is pas morgen. Maar whatever, voor de rest is alles helemaal fresh en nieuw. Ik hoop dat jullie genieten van de betere belichting en het betere geluid. Tenminste, ik hoop dat jullie verschil zien en horen, I'm not sure, maar oké. Vandaag gaan we het hebben over de beste make-up. Ik ga jullie vandaag mijn make-up producten laten zien die ik super duper goed vind en echt continu pak als ik me gewoon opmaak om whatever te gaan doen. En ook de soft glam look die ik altijd maak. Dus dan is het ook vandaag een soort van gelijk een soft glam make-up tutorial ofzo. Want ik dacht, het is weer tijd. Ik wissel best wel vaak van producten, vooral in mijn video's. Al mijn video's zijn vooral testvideo's, dus het is heel tijd weer iets nieuws. Maar er zijn echt een aantal producten die ik continu weer pak als ik gewoon zeker moet weten dat mijn make-up goed moet blijven zitten. En al deze producten ga ik jullie vandaag laten zien. En alles wat ik vandaag gebruik staat ook beneden in de beschrijving. Dus pak je portemonnee maar weer bij, want we gaan vandaag veel geld opmaken. Tenminste jullie, ik heb ze al. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn twee video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze tutorial. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies. That's it. En het is hier een beetje rood, want ik heb hier allemaal geharst. En ik heb ook mijn snor geharst. Ik ben nog nooit zo blij geweest om me te moeten harsen. Want dat ik me moet harsen betekent dus dat mijn haartjes weer teruggroeien. Zoals jullie weten was ik al mijn haar kwijt. Niet alleen op mijn hoofd, maar ook mijn wenkbrauwen, wimpers, gezichtshaar. Al het haar overal was helemaal weg. Op zich op heel veel plekken was ik daar wel blij mee. Zoals in mijn gezicht, et cetera. Maar nu is alles weer aan het teruggroeien. Inclusief dus mijn snorhaartjes en mijn wenkies en zo. Dus dit was de eerste keer in mijn leven dat ik blij was om te moeten harsen. Alles groeit weer terug. I love it. Ook mijn haar op mijn hoofd is ook weer aan het teruggroeien. Ik ben er echt super duper blij mee. Maar goed, we gaan vandaag beginnen met de ogen. Ik begin niet heel vaak eerst met de ogen, maar vandaag wel. En een paletje die ik eigenlijk vrij nieuw heb, maar echt continu gebruik, is dit paletje van Morphe. Dit is een volledig mat paletje. En I love it. Ik heb er ook een hele video mee gemaakt op mijn Instagram. Dit zijn allemaal matte, bruine, warme kleuren. En dit is echt, echt een paletje van mij. Ik hou van een matte ooglook. Ik hou ook wel van glitters. Maar voor everyday of voor als ik mee wil gaan voor een niet zo opvallende glam look, dan is dit echt ideaal. En ze hebben hem ook in een koude variant. En die is ook amazing. Dit zijn de kleuren van dit paletje. Maar warm staat er beter bij mijn huidskleur, want ik heb een warme huidskleur. Dus dit is het paletje waar ik nu echt gewoon continu naar neig. Super makkelijk, super snel en niet al te duur. En dat is ook altijd fijn. Deze is volgens mij gewoon te halen bij Douglas. Ik weet niet zeker, want ik heb hem gehad in PR. Maar overal is het altijd gewoon te halen bij Douglas. Dus dit is dan ook het paletje die ik vandaag ga gebruiken. En ik ga dan ook de look laten zien die ik hier altijd mee maak. Dus laten we inzoomen. Oké, ik heb heel even mijn haren hier weggedaan, zodat het niet allemaal op mijn gezicht zit. Ik ga eerst primen met deze Essence Oogschaduw Primer. Ik weet niet of deze nog te halen is. Dit was in samenwerking met Merve. Dus ik weet niet of die er nog is, maar deze vind ik wel echt heel fijn. Oké, dan gaan we in met het paletje. Ik ga eerst beginnen met deze matte kleur. Die is een beetje geelachtig. En die gaat over mijn hele ooglid om de oogschaduw primer vast te lokken. Heel veel mensen vragen mij vaak van, moet je een oogschaduw primer vast zetten met poeder? Ja of nee? Kan allebei. Ik doe het vaak wel, want ik vind het gewoon fijn. Maar ja, het hoeft niet per se. Dan ga ik beginnen met deze matte bruine kleur hier. En die kleur gaat in mijn hele arcadeboog als de transitiekleur. En ik ga straks alles opruimen hier met concealer. Dus nu breng ik het gewoon best wel wild aan, zeg maar. Dan ga ik in met deze matte kleur hier beneden in de hoek. En die kleur gebruik ik om het iets donkerder te maken in de arcadeboog. En ik blijf een beetje onder die kleur van net. Dit creëert een klein beetje diepte. En dat is dus extra mooi. Je ziet niet heel veel verschil met de twee kleuren. Het is heel subtiel. Maar toch is het een groot verschil. Heel raar. Zie je nou het verschil met hier en hier? Hier is het echt zo 2D, zeg maar. En hier is het echt meer 3D. Je ziet echt zo meer diepte. En dat maakt heel veel verschil in de ooglook. En dan ga ik in met deze donkere matte bruine kleur hier. En dit wordt vandaag de donkerste kleur. En die gaat zo in de buitenste hoek. En wat ik dan doe, ik gebruik een platte fluffy kwast. En dan druk ik het zo in. En dan blend ik het zo in mijn arcadeboog. En dan zo uitblenden naar buiten. Maak je echt niet druk om dit hier. Dit wordt straks helemaal zo strak getrokken en opgeruimd. Zo, dit is echt fantastisch. I love it. Lekker mooi warm. Dan pak ik deze lichte kleur hier. Die pak ik gewoon zo met mijn vinger. En die gaat zo over mijn ooglid. Om het iets lichter te maken. En dit wordt dan gewoon een volledige matte look. Je zou ook nog hierna in kunnen gaan met iets van een glitter hier. Maar ik hou het gewoon mat. Ik ben de laatste tijd best wel obsessed met gewoon een mooie matte look. Kijk, dan heb je zo'n mooie ombre overgang. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan pak ik de lichtste kleur in het paletje. En die gaat hier zo in de binnenste ooghoek. Om het een beetje te verlichten.
Zo, en dan ook een heel klein beetje onder de wenkies. Mijn wenkbrauwen vandaag zijn echt mooi. Ik heb ze helemaal zo mooi geharst, helemaal zo mooi strak gemaakt. Dat heb ik al een hele lange tijd niet gedaan. En dat was het dan. Dit is het voor nou. Ik weet dat het er nou een beetje raar uitziet. Maar jullie gaan zien aan het einde van de ooglook hoe mooi het wordt. Oké, dan ga ik verder met eyeliner. En ik heb ook eentje die ik echt de laatste tijd heel veel gebruik van Ila Maska. Als ik het goed uitspreek, deze. Deze is zo fijn. Oh my gosh, hij is gewoon zo zwart. En heeft gewoon zo'n flexibele kwast. En deze brengt zo fijn aan en blijft ook de hele dag goed zitten. Dus dit is op dit moment echt mijn fave. Oh, echt mensen, I love it. Het is zo'n fijne eyeliner. Ik ben hier wel een klein beetje uitgeschoten, maar dat ga ik zo meteen fixen. Dan gaan we verder met nep wimpers. Ik heb nog steeds niet genoeg echte wimpers voor een mascara. Dus helaas ja, kan ik daarvoor nu niks aanbieden aan jullie. Maar ik heb wel favoriete nieuwe nep wimpers. En als je mijn afgelopen video's hebt gezien, dan weet je dat al. En dat zijn deze van Ilure. Oh my gosh. Ik had deze gratis gehad in PR. Even kijken, volgens mij 112, ja. Deze twee en dan eentje had ik gratis gehad in PR. En ik vond hem zo fantastisch dat ik gelijk nog twee andere heb besteld. Ik overdrijf niet als jullie mij met letterlijk geen enkele andere wimper meer op gaan zien. Want dit is echt fantastisch. En ze zijn niet eens duur of zo. En ik heb hem nou ook in de stijl 110. Dus ik heb nou 112 en 110. En zoals je kunt zien... Oh. En zoals je kunt zien is 112 iets dikker, iets voller. En 110 is iets meer naturel. En deze vind ik zo fijn omdat ze echt een extreme krul hebben. En dat staat hier ook op, extreme curl. En ze krullen helemaal zo mooi omhoog. En dat vind ik altijd belangrijk in een nepwimper. Ik heb er een hekel aan als mijn wimpers zo naar voren staan of niet genoeg omhoog. Ik wil ze gewoon letterlijk bijna gewoon recht omhoog hebben staan. En dat doen deze. Dus ik heb er nog twee besteld, because I love it. En ze zijn best wel betaalbaar. En dan... doe ik 110 als ik een iets meer naturel look heb. En als ik meega voor een heftiger ooglook, dan gebruik ik 112. En ik vind ze echt allebei fantastisch. Echt waar. En ik denk dat ik vandaag voor 112 ga. Ik denk dat ik voor vandaag een iets meer bold look wil gaan. Oké, daar ben ik weer. Wimpers zijn aangebracht. Ik moet eerlijk bekennen dat mijn eyeliner iets dikker is geworden dan hoe ik het normaal heb. Maar het is wat het is. Eyeliner doet altijd gewoon wat hij helemaal zelf wil. Oké, we gaan nou beginnen aan mijn gezicht. Een primer die ik al wel een tijd heb en die bijna op is, is mijn Milk Hydro Grip Primer. En dit blijft gewoon mijn fave. Vooral als ik echt wil dat mijn make-up de hele dag goed blijft zitten. Hij is wel bijna op en hij is alleen maar te halen bij Sephora. Maar mocht je ooit in een Sephora belanden, dan raad ik hem echt zeker aan. Enige keren dat ik hem niet zou gebruiken is met een foundation stick. Want met een stick werkt hij niet heel goed samen. Oké, qua foundation is het een klein beetje saai, want ik heb echt al een lange tijd dezelfde favorieten. En dat is nu ook gewoon echt nog steeds zo. Dus misschien een beetje saai, maar het is wel de waarheid. En dat is mijn Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. Deze is gewoon nog steeds echt, echt de beste. Heeft een medium dekking. Ik heb hem in de kleur 8 Warm. Heeft een medium mooie natural glow dekking. En is gewoon echt fantastisch. Blijft de hele dag mooi zitten. Is niet dikkig. En ja, I love it gewoon. Heel mooi. En ook qua concealer is nog steeds echt mijn fave. Deze van Huda Beauty. Dit is echt de beste concealer ever. Volledige dekking. Blend goed in. I love it. Ik heb hem in de kleur 4.3 en Cookie Dough. En je hoeft ook niet veel aan te brengen. Ik vind hem echt fantastisch, jongens. I love it. En dan hiermee doe ik ook zo de oogschaduw opruimen, zeg maar. En ik heb een nieuwe favoriete contourstick. Het is vooral een beetje een meer naturel contourstick. Dus als je wel wat contour wilt, maar niet te heftig. En dat is deze van NYX. Hier is de glanzende stick en hier de matte. Deze glanzende, ja, ik gebruik die echt gewoon helemaal niet. Maar deze matte is echt fantastisch. Ik heb de kleur Light Medium. En vooral voor de neus. Het heeft de perfecte kleur. Het is makkelijk aan te brengen. En het is echt ideaal. Dus vooral voor de neus... vind ik deze echt fantastisch. Maar ik breng hem ook altijd een beetje hier aan. Hij heeft de perfecte ondertoon en is gewoon niet too much. En wat ook super fijn is hieraan is hoe makkelijk dit uitblendt. Je bent heel snel klaar en dat vind ik altijd heel fijn. Ik wil altijd alles snel hebben gedaan. Ik heb geen zin om hier 2 uur lang mezelf te moeten opmaken.
En deze blendt echt super snel uit. Kijk even hoe snel dit gaat. I love it. En dan een poeder. Ik ga in met twee poeders. Een losse en een pressed. Allebei mijn fave. Mijn Laura Mercier losse poeder is echt mijn favoriet. Hij is ook echt een fave van heel veel mensen. Echt al eentje die echt al jarenlang een van de beste is. Dus dit is echt mijn fave. En eentje die ik net nieuw heb, maar al heel lang een fave is van heel veel mensen. De Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Poeder. En ik heb hem in de kleur 1. En dat is letterlijk de lichtste kleur. En deze is echt geweldig voor wat extra dekking. En om het hier zo heel mooi te highlighten, te verlichten. Dus echt fantastisch. Dus ik ga eerst in met de losse poeder. En ik breng de losse poeder aan overal waar de concealer zit. Sommige mensen doen ook andersom. Die beginnen met de pressed en dan pas dit. Maar ik vind het toch zo beter. Ik heb het ook andersom gedaan een keer. Maar ik vond het effect toch iets minder mooi ofzo. Dus dit vond ik wel echt beter. Ook een beetje bij het voorhoofd om het mat te maken. Ik heb geen vettige huid. Ik heb een droge tot normale huid. Dus ik hoef niet heel veel te gebruiken. En ik haal het er ook weer zo gelijk vanaf. En wat ik dan doe is dan pak ik mijn spons met de schone kant. En dan pak ik gewoon een beetje van deze poeder. En dan breng ik het gewoon hier aan om het te verlichten. En ook een beetje zo op mijn neus. Om mijn neus wat smaller te laten lijken. Kijk hoe mooi het nu is verlicht. Kijk het verschil met hier en hier. Je ziet nou echt dat hier echt wat meer is verlicht. En wat meer dekking heeft. En dit doe ik dan hier bij allebei de kanten. En that's it. En dan ga ik natuurlijk ook in met mijn favoriete Max & More spray van de Action. Deze hydrateert fantastisch en alles smelt dan mooi in de huid. En dan is het tijd voor bronzen. Mijn fave is nog steeds deze bronzer van Inika. Dit is een biologische bronzer. En ik heb hem in de kleur Sunkissed. Dan is het tijd voor een van mijn favoriete stappen en dat is blush. Ik ben de laatste tijd echt obsessed met roze blushes. Hoe rozer, hoe beter. I love it. Dus ik ben nou heel vaak deze aan het gebruiken van Flower Beauty. Die heb ik ooit gehaald bij Kruidvat. En dit is in de kleur Wild Rose. En deze is echt zo roze als maar kan zijn. En hij is gewoon mat. En ik vind hem echt fantastisch. Je hoeft ook niet al te veel aan te brengen. Al breng ik wel wat aan. Maar hij is zo mooi roze. Kijk even dit. I love it. Het geeft echt zo'n prachtige mooie look. Plus mijn make-up is vaak heel veel bruin. Ik heb altijd hier bruin. Mijn lippen zijn vaak bruin. En dit is dan een heel mooi contrast zo met het roze. Dus I love it. Zo mooi alsof ik aan het blozen ben. Oké, dan highlight. Ik breng niet echt meer highlight aan op mijn gezicht. Maar nog wel zo op mijn neus en in mijn binnenste ooghoeken. En de perfecte highlight daarvoor is nog steeds deze van Catrice. In de kleur 030 Beyond a Golden Glow. Deze is echt fantastisch als neus en binnen ooghoek highlight. Super mooi. En als je wilt, je kunt ook een klein beetje aanbrengen onder je wenkies. Maar dat ga ik nu niet doen, want ik wil het daar echt helemaal mat houden. Oké, dan de lippen. Ik ben de laatste tijd weer terug naar matte liquid lipsticks. Ik ben obsessief omdat ze gewoon de hele dag goed blijven zitten. En eentje die ik de laatste tijd echt heel vaak gebruik zijn deze van MAC. De Locked Kiss Ink Matte Liquid Lipsticks. Deze zijn fantastisch. Ze blijven de hele dag goed zitten. Brengen niet droog aan. Ik heb ze alle drie gehad in PR. En ik ben er echt heel blij mee. En mijn fave kleur is deze. Is een lichte bruine nude. En dit is de kleur 68 Teaser. Het heeft een beetje een oranje ondertoon. Maar niet te veel. En dan in een combinatie met mijn Nabla Lip Pot loodje. Even kijken in de kleur hashtag nude hashtag 3. Is dit echt een fantastische nude combo. En je hoeft dan niet meer bij te werken de hele dag. Is het niet te mooi, jongens? Ik vind het echt fantastisch. Ik breng ook altijd nog wat extra lippotloodje aan. Echt super mooi. I love it. En dan last but not least, mijn Urban Decay setting spray om alles goed te laten zitten de hele dag. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dit was het dan. Dit is de hele look. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Alle producten die ik dus vandaag heb gebruikt, ik raad ze echt allemaal aan. Fantastische producten. Vooral deze lipstick. Oh my gosh, deze jongens. Het voelt alsof je gewoon niks hebt op je lippen. Ik ben zo blij met heel deze look. Dit is echt mijn go-to look. Als ik gewoon echt zeker moet weten dat ik er goed uitzie en het lang blijft zitten, is dit echt mijn go-to make-up look en go-to producten. Nogmaals, alles staat ook beneden in de beschrijving. Als je iets wilt halen. En ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Laat me ook weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. Misschien ga ik ook weer binnenkort een oldschool make-up tutorial maken. Let me know wat voor looks jullie zouden willen zien beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!